Hey, goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij weer een aflevering van Amateurvissen.nl, de enige echte amateurvisser van Nederland. Hallo, hallo. Ik zit in de auto zoals jullie kunnen zien. Ik ben onderweg naar Leo en Björn. We gaan lekker doodaas vissen. Snoeken aan de vijver. Even kijken of we een mooie muiter kunnen pakken. Het is vrij grijs, het druppelt een beetje. De paraplu en alles heb ik bij. Dus we gaan eens even kijken of we een mooie snoek kunnen pakken. Ik heb doodaas bij. Ik heb olie bij. Twee hengels. Dus ja, moet er wel lukken als we met z'n drieën zijn. Met zes hengels totaal moeten we toch wel een mooie snoek kunnen pakken. Lijkt me. Goedemorgen. Goedemorgen. Gerard, hoe is het? Ja? Ja. Oh, even mijn muts pakken. Hey kerel, hoe is het jongen? Ja, goed. Ja? Ja. Iedereen nog gezond? Ja. Is waar gaan we zitten? Ja, ik denk aan de overkant. En bij het riet daar in de buurt ergens, hè? Ja. Is goed. Niks vergeten, nee. Tialalala. Zo jongens, wij zitten. Ik heb een bakje koffie gemaakt. Ik heb een horstmakreel en een sardine erin liggen. Sardine kun je maar één keer mee uitgooien, want daarna zijn ze helemaal eraf. Maar kijken of ze daar een beetje op willen bijten. Een beetje tegen de waterlelies aangelegd. Het verbaast me dat er op 13 december of 12 december of nee, 13 nog steeds waterlelies staan. Maar dat zal wel. Ik denk dat ze niet lang meer staan. In ieder geval, ik trok er in ieder geval net zo doorheen. Dus even kijken. Maar Leo en Björn zijn met de dobber aan de slag. En ik lig statisch op de bodem. Kijken of we snoek kunnen pakken. Eens even wat olie klaarmaken. Spuit heb ik. Vaccinatie. Ja, vaccinatie. Oh ja. Corona spuit. Allemaal van de P-Bait Deadbait Injection Kit, jongen. Dat zeg ik. Nou, zet hem maar eens bij mij. Ja, buk hem maar. Ja. Even kijken, wat is dit? Dit is sardineolie, die ga ik pakken. Die stinkt altijd goed. Ook een vaccin, Sjaak? Nee. Wil je ook gevaccineerd worden? Als het helpt wel. Nou ja, dat moeten we proberen natuurlijk, hè? Ja. Volgens Trump wel. Dat ben wij. Wel graag zo'n luchtbellen spuiten. Ja. Even kijken. Ja, ik heb hier 21. Ja. Netjes, man. Ja. Dat is wel een goed formaat, ja. Ja. Hey mensen. Hey, groetjes. Hey, vangstje. Okay, ik hoop het. We zullen zien, hè. Ik hoop het ook. Ja. Nou, even dus, te kijken dat hij geen olie... De olie loopt er al uit. Ja. Ik ben even van plek gewisseld samen met Björn en Leo. Want... We hebben van 9 uur tot 1:30 gezeten. Nog geen tikje gehad. Dan dachten we, gaan we eens eventjes ergens anders zitten. Eens kijken wat er dan gebeurt. Ik ben nog steeds op de bodem met vissen. Ik heb de horstmakreel aan. Van Pre-Bait. Die hadden me een doosje toegestuurd. En eentje heb ik recht vooruit liggen, 1 meter of 20. De andere heb ik naar rechts liggen. Die ligt
een beetje langs het riet. Kijken waar ze zitten. Het is hier heel diep. Ik denk waar ik hem heb liggen, die van 20 meter, denk wel een meter of 9. Maar nou ja, we gaan het meemaken. We gaan eens even kijken. Hey, dat was... Ja, ik weet niet. Straal ik draaien? Dat heeft niks, hè, jongens. Ja, ik weet. Nee. Ik zou zweren dat hij er een aan zat. Ik zou het echt zweren. Maar die vis eens even bekijken. Ik denk dat die vis nog... Ja. Ja, dat bedoel ik. Die heb je niet doorgetrokken, dat weet ik wel. Ja, die had beet, ja. Dat is een goeie. Ja? Denk het wel. Ja, ik weet niet zeker. Een baasje. Een baasje, ja. Een brasem. Druk erop houden, en als we zien, dijk eraf. Ja. Ik heb hem wat verder uitgegooid. Richting denk een meter of 20 uit de kant. Nou. Hij blijft goed diep, ja. En dan komt hij. Oh, dat is een mooie. En een mooie. Oh, dat is een dikke, jongens. Dat is een dikke. Hebben we geen groter schep net? Nee, ja. Heb je groter? Ja, pak maar. Kijk maar of die erin past, die buur. Als die niet past, dan. Oh! Oh, oh, oh. Komt hij, ja. Diep scheppen, ja. Ja, schep, schep, schep. Schep, schep, schep. Ah, ik heb hem. Yes! Wat een bak, joh. Een bak, jongen. Oh, 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 oh. Leg hem daarom op de mat, hè. Oh! Jeetje, zeg. Oh, 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 oh. Dat is een ding. Ja, qua lengte weet ik niet, maar... Hij is wel dik. Pas op met de hengel, Bjorn. Man. Oh, oh, oh. Ja, draai hem even om. Kom maar, leg hem maar een beetje hier deze kant op. Ja, ja. Jongens, je kan wel snoeken, hè. Wil je even die tang pakken uit mijn... Of een tang pakken, even. Een rolmaatje bij. Een rolmaat. Godverdomme. Oh, dat is een dikke. Ja. Kom je ergens zitten, Jaak? Ja. Wat een kop, joh. Oh. Je bent engel. Oh. Heeft iemand een meetlat? Nee. Iemand een rolmaat? Oh, daar komt Leo met de rolmaat. Wacht even, ik moet even mijn vinger eruit. Wacht, leg hem even erop, hè. Ja. Heb je hem? Ik heb het ook niet... Kijk, een beest. 1,20. 1,20? Nee, 1,18. 1,18 is mijn PR. Hij is langer, kijk eens. Is langer, ja, hij is langer. Even goed trekken. Hoe verder nog? 1,20. 1,20. Oh, 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 jongens, dat is mijn PR. Wil iemand een foto van mij maken? Ja, dit is niet normaal, de beest. Oh, niet normaal. 1,20. Hey. Ik zei het toch tegen jou? Doet hij even, maak even een foto, Leo, van mij. Ja. Misschien moet je even tegen die rietkraag gaan zitten. Heb je een foto maken? Ik heb... Wow, wat een bak, jongen. Oh. Even. Ben dat komen. Wat een monster. Ja. Daar gaat hij. Hij gaat de verkeerde kant op. Oh jongens, ik sta helemaal te trillen. Dat is niet normaal. Ik zeg goed dat ik beeldstabilisatie heb, anders zagen jullie dat nu ook helemaal bibberen. Ik sta hier lekker met Björn te kletsen. Ik heb de hengel, of de horsmakreel, ik denk een 20 meter uit de kant liggen. We zijn even verkast naar een nieuwe stek. Ik dacht, we gaan eens even proberen. En ik ben hier met Björn aan het praten en ik denk, heel wel op beet. Ik denk, yes, eindelijk, want we zitten al vanaf 9 uur. Het is nu 2 uur, denk ik.
nog geen tikje gehad. Dus ik denk van, oh mooi, in ieder geval snoekje. En ik sla aan en ik denk van, hey, het is best wel een goeie. Hij bleef goed onder en ik zag een flinke kolk op een gegeven moment. En ik denk van, oh, maar ja, dan dacht ik van, ja weet je, het lijkt allemaal wel zo. En er zit nog een zwaar lood aan en die horstmakreel nog. En dus dat kan van alles zijn. En op een gegeven moment kwam die boven water. Ik denk, oh, ik denk die is dik. En ja, hij past niet in het schepnet. En ik zeg tegen Björn, ik zeg, probeer hem met de schepen. Mijn schepnet is te klein, dus zullen we wel een hoop commentaar krijgen weer. Oh, het schepnet is te klein, dat klopt. Ik moet altijd een nieuw kopen, nog niet gedaan. Maar het was ook een grote vis. 1,20 meter. Schoon aan het haken. 1,20 meter. Mijn PR met 3 centimeter verbeterd. Op dode haas, op de vijver hier. Dat is toch echt wel echt super bijzonder. Oh, ik ben echt helemaal, helemaal onder de indruk nog. Ik moet even een beetje bijkomen. Poeh. Ik wil even laten zien waar ik hem op gevangen had. Dat was op deze horst makreel. Dead bait van Prebaits horst makreel. Ongeveer, schat zo'n 20 centimeter lang. En horst makreel is heel stug. Dus kun je gewoon de haak in doen en kun je 100 meter mee gooien. Dus je wil die vlieger er niet vanaf. Dat is eigenlijk wel mijn favoriete aas. Daar vis ik liever mee dan met sardine of met haring of met voren. Maar ja, dat is ook omdat ik daar de meeste op gevangen heb. En nu deze 21 natuurlijk ook weer opgepakt. Dus goede visjes. Goede visjes. Ik heb nog andere bij hoor. Ik heb ook hier, dit is grote sardines, dat heb ik ook bij. Maar die heb ik er nog niet aan gehad. Wat heb ik nog bij? Nou, dat is wel het belangrijkste wat ik bij heb. Maar horstmakreel, die doet het hem. Zo, ik zit weer op mijn bed. 1,20 meter, wie had dat gedacht? Ik niet. Echt super, super avontuur weer. En ja, al mijn PR's tot nu toe heb ik eigenlijk gevangen bij Jurgen op de boot. En deze is dan de Dood Aas, de Dead Bait Diaries serie. En het was echt een super taaie dag. Ik dacht echt van, dat gaat helemaal niks meer afkomen. En toch, zo zie je maar weer, het kan toch altijd gebeuren. Ik ga eens even kijken naar het commentaar van de vorige video. Dat was de video met Harry van Patriot. Perry Merkelbach zegt, Tom, ik ben je gezicht gezien, leek een geslaagd dagje. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. JB Predator Fishing, mooie video, mooie vissen. Deepak Tiwari die zegt, Tom, great to see you in action. Dat is mijn collega. Hoppa, top video weer, keep on hammering. Birol Sert zegt, hallo allemaal, enig idee waar onze amateurvisser is. Tom, zie je geen nieuwe afleveringen meer. Normaal gesproken, elke vrijdag krijg je een nieuw filmpje te zien, toch? Toch niet ziek door corona? Nee, ik ben niet ziek, jongen. Wel aardig dat je de filmpjes mist, maar ik ben niet ziek, maar ik ben echt druk bezig geweest met werk. Ik heb helaas nog een gewone baan naast mijn vissen bestaan. Kunnen sommige mensen zich niet voorstellen, maar het is wel echt zo. Maar ja. Yeah. Floatmaster zegt, hello guys, can you add to your video English subtitles, please? Yes, I'm going to try to put on English subtitles. I will try next time. But it's an awful lot of work. It's just so much work. Mr. X, yes, weer een nieuwe video. Leuke video. Ik ga ook visvideo's maken op mijn YouTube-kanaal. Goed bezig. 031 Fishing Team was weer een mooie video. Een paar mooie snoeken. Jongens, ik... mooi meetlint, zegt Nick Bots. Peter Hartgering zegt, leuk video deze keer bij mij voor de deur. Vang de snoeken gewoon aan de kant. Nice. Nick Driessen zegt, weer een leuke video. En thanks voor de boodschap aan Xander. Die jongen wist niet wat hem overkwam. Keep on fishing. Keep on fishing. Jongens, bedankt voor het kijken weer. En vond je een leuke video? Doe een duimpje omhoog, abonneren, een belletje klikken, dat soort dingen allemaal. Wil je het kanaal supporten? Dan kun je via www.amateurvisser.nl allerlei goodies kopen, mokken en t-shirts en allemaal dat soort shit. Dat helpt mij ook altijd weer een beetje. Als je dat niet wil, moet je het gewoon niet doen. Vind ik je net zo aardig, maakt niet uit. Dus, Martin zegt, mooie vis weer, Gator Gum Shed in mijn tacklebox dankzij het amateurkanaal. Ja, zo werkt dat. Zien vangen is koop, hè. Zeg wel hoe je miljonair kunt worden met sportvissen. Moet je als een miljardair beginnen en dan ben je heel snel miljonair.
Oké, jongens, ik ga er een einde aan breien. Ik ga eens even de video's monteren. Weer een leuk filmpje van maken voor jullie. En keep on fishing.